Hey beautiful ladies, deze video maakt deel uit van een 10-delige videoserie The 12 Recipes of Christmas, waarvan het grootste gedeelte clean is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want morgen komt er weer een nieuwe video online en dan mis je die niet. Voor de doperwtenpuree met munt heb je nodig doperwtjes, 8 takjes munt, 2 teentjes knoflook, wat citroensap, olijfolie en zout en peper. Voor de doperwten met munt kook je de doperwten in ruim water met wat zout. Dit water heb je natuurlijk al voorgekookt, zodat het sneller kookt op de kookplaat. Het maakt niet uit of de doperwten bevroren zijn, je kan ze gewoon meteen in het water gooien. Wanneer het water weer kookt, kook je de doperwten 5 minuutjes. Wanneer de doperwten gekookt zijn, pureer ze dan met de knoflook, de munt, het citroensap en de 3 eetlepels olie. Dit kan je in een blender doen, zoals ik dat doe, maar ook natuurlijk in een keukenmachine of met een staafmixer. Doe er achteraf zout en peper bij om de puree op smaak te brengen. By the way, ik serveer ook geen individuele porties. Ik serveer in schalen en dan mag iedereen pakken hoeveel en wat hij zelf wil. Je hoeft dus niet altijd aardappelpuree te maken. Het mag ook gewoon groentepuree zijn. Knolselderijpuree is ook heel lekker. Serveer de doperwtenpuree in een mooie schaal of bakje, wat ik nu doe. Doe er een takje munt bovenop en klaar is Kees. Dit bakje is te groot hiervoor hoor, maar als ik het echt voor 10 mensen zou maken, zou ik ook een stuk meer maken. En dan past het wel gewoon goed in dit bakje. Dankjewel voor het kijken. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En ik zie je morgen weer. Voor de quinoa, bietjes, feta salade heb je nodig. Uiteraard quinoa, feta. Goh, verrassend. Bietjes.